De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADEC, heeft vanmorgen in samenwerking met het Instituut voor Graduate Studies and Research, IGSR, een wetenschappelijk congres georganiseerd. Het accent is gelegd op de activiteiten met betrekking tot het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het doel van dit congres is om alle academische en wetenschappelijke onderzoekers van Suriname, in het bijzonder die van ADEC, de mogelijkheid te bieden om hun onderzoeksresultaten in het openbaar te presenteren. De keynote spreker was Marie Levens. Zij heeft haar ervaringen in het onderwijs gedeeld met de aanwezigen. Levens benadrukte dat kinderen het concept moeten begrijpen achter wat ze doen of wat ze leren. En ik denk dat de universiteit het probleem heeft dat dat concept denken er nog niet is bij sommige studenten. Omdat ze hebben geleerd, doe wat ik zeg, stel me geen vragen. Dus we moeten dat onderwijssysteem zodanig gaan aanpassen dat ontwikkeling en groei de norm worden. Dus vooral die groei in dat kind. De norm worden. Levens zei verder dat er af en toe grappen worden gemaakt over het concept mindset. Waar het om gaat is dat de hersenen ontwikkeld moeten worden. En men moet geloven dat je je hersenen kan ontwikkelen, zegt Levens. En wanneer je daarin gelooft, dan geloof je ook in openheid. Waar professor Papetegem het vanmorgen over had. Je gelooft in meer mogelijkheden, je gelooft in meer creativiteit, je gelooft dat het kan. En als je gelooft dat het echt kan, dan doe je dat niet zomaar op basis van niets. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Er zijn duizenden onderzoekingen gedaan naar hoe de hersenen zich ontwikkelen. Ik heb net een presentatie in Mexico gegeven op een conferentie voor early childhood education, omdat het zo ontzettend belangrijk is van wat er gebeurt tussen 0 en 8 jaar. Maar er waren fantastische hersenprofessoren daar, die niets anders doen dan de kinderen volgen op basis van de groei van hun kennis en hun hersenen. Marie Levens, keynote spreker tijdens het wetenschappelijk congres dat is georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het congres wordt gehouden in het IGSR-gebouw en wordt morgen afgesloten.